Goedenavond, dames en heren. Na een half jaar afwezigheid is dit opnieuw onvoorziene omstandigheden. We zijn vertrokken voor een reeks van 13 afleveringen. En vanavond spelen we met Michiel de Vlieger, zeer gegeerd door de BRTN Sportredactie, omdat werkelijk iedereen daar tegenwoordig gegeerd is. Bart Klein, zeer gegeerd door Chinees restaurant De Lange Muur, omdat hij ook een beetje Nederlands spreekt. Ineke Nijssen, zeer gegeerd door de musical Suske en Wiske om schmink uit te sparen op de rol van Wiske. Tom Leenaerts, zeer gegeerd door de Rijksuniversiteit Gent om er medische experimenten op toe te passen. En Adriano Cominotto, zeer gegeerd door de popgroep Leopold 3 om het ook eens met muziek te proberen. De scène zonder de medeklinker gaan we doen. Een bepaalde medeklinker mag niet worden gebruikt in de volgende scène. Ineke en Bart, jullie mogen beginnen. Michiel en Tom vervangen in geval van fout. Het publiek mag mij een beroep roepen. Cardioloog. Cardioloog. Dat is heel goed. Cardioloog, dat is met het hart, Bart. Jawel. En de medeklinker die niet mag worden gebruikt is de K. Dokter. Verpleger. Ja? Er zijn problemen met mijn hartsluizen. Hebt u dat al laten controleren? Kaaklank. Ga dan de klank. Hebt u dat al laten nazien? Natuurlijk. Door specialisten? Natuurlijk. Uiteraard. In dit hospitaal? Zeer wel, ja. Waar is dan uw dossier? Dat zijn ze verloren. Dat is nu typisch iets voor deze inrichting. Laat mij eens voelen. Ja, gaat uw gang. Dokter. De krantenkop. Een krantenkop gaan we doen. Michiel en Bart, jullie spelen hem. En de krantenkop luidt. Laatste kans voor allochtonen onderwijs. Stond in de morgen van 20 augustus 94. Laatste kans voor allochtonen onderwijs. Daar gaan. Meneer, wat moet ik hier nu opschrijven? Maar wee, ab, mis, no, dat zegt me niet veel. Hoe zou u het dan schrijven? Ab, ja, weet ik niet. Dat weet ik niet. U mag mij niet kwalijk nemen, hè. Dat is in uw taal gewoon achagagre. Wat voor een accent heb je? Oké. De deskundige en de tolk, u kent het systeem. Bart en Tom, jullie spelen. Bart is een deskundige uit een land dat het publiek mij nu mag geven. Uruguay. Waar? Uit Uruguay was het? Oké, uit Uruguay. En welk aspect van de samenleving wil u graag eens behandeld horen door iemand uit Uruguay? De maïsteelt. De? Maïsteelt. De teelt van maïs. Daarin is de Uruguayaan Bart deskundig en Tom is tolk. Die zorgt ervoor dat we alles begrijpen. Daar gaan we. Hij is recht hoor, de Antwerpo. Meer zonder, de Antwerpo, de Antwerpo. Eerst en vooral wil ik mij excuseren voor mijn slecht accent. Dus blijf gewoon naar de toren, mijn dolo, mijn dosso, wie al naar de casa en mijn mio. De maïsteelt zit al van bij ons van kleins af aan in het bloed. Het werd meegegeven met de tutter. Blijf gewoon naar de toren, Martina, de toren, mijn dolo. Ben gewoon een maïs, een kwartel mee gewoon een cereafil. Van kleins af aan gingen wij meewerken op het veld. Mejo, dan duerro in zo'n tundo. Ik ben toch niet weet dat toen als dit brood aan is. Mag er ook samen dat toen ik ben ook wakker het zo'n tabato. Ik weet toch. Maar. Als klein kind stonden wij soms wel eens te janken omdat we honger hadden. En toen zei ons moeder, ga maar naar het veld, ga spelen. Olé, olé, olá.
Sato? Sato cola. Sato motora ne sola carcia, notorola, che ne moto? Promesola. Sì. De maïsteelt is dan ingestort en wij zijn met z'n allen een ander beroep moeten gaan zoeken. Ik heb dan gekozen voor verdeler van motorolie. Meo, Galu Santorazo, Lena Brano en Suzuki Yamaha, Sona Matotona. Uit het leven van een bekende Vlaming gaan we nu een scène spelen. Guy Verhofstadt meldt trots aan zijn vader dat hij zijn broer Dirk eindelijk weer aan werk heeft kunnen helpen bij VT4. We rekenen niet op imitaties, daar speelt dit spel niet op. Wij willen zien en horen hoe het ging. Tom en Michiel, jullie spelen. Guy, kom hier, is het gelukt? Bij VT4 hebben ze gezegd dat het allemaal in de sacoche is. Dus nee, maar... En onze Dirk is, ze weten niet wat ze uithalen, hè? Goed dat we daar vanaf zijn. Jongen, wat heeft hier al allemaal niet gedaan hiervoor? En als mediadeskundige dus, bij VT4 nu. Zeg het hem niet, hè. Zeg het hem niet. En oud voor, als een verrassing voor hem. Zit er maar bij één, hè. Ja? Carlo Gebt zit er daar ook nog, hè. Binnenkort gaan ze Keulers nog vragen. Gaan we spelen. Dat betekent dat ik wat zinnetjes op kaartjes uit deze hoed haal. En dat de spelers, jullie mogen al klaar komen staan, dat de spelers op basis van deze zinnetjes korte scènes spelen. De zinnetjes zijn suggesties van ons publiek, schriftelijke suggesties die wij uiteraard hebben geselecteerd. Daar gaan we. Bert Anciot wint met de Nationale Loterij. Maar al dan eindelijk toch een keer gewonnen, zeg. Mocht wel eens komen, hè. Een koe drinkt voor het eerst zelf melk. Hoe ga ik dat doen, zeg? Scheren en de telefoon gaat. Tring. Hallo? Twee dakgoten vleien elkaar. Amai, wat ben jij nat vandaag? Goedele Liekens ontdekt haar G-plek. Hallo. Oh. Okay, dank. We gaan een solo zingen. Tenminste, dat gaat Bart doen. En dat betekent dat Adriano er weer bij komt. Het publiek mag mij een muziekstijl roepen. House. House, oké. Okay. En een alledaags voorwerp voor Bart? Dat is allemaans, niet alledaags. Nog iets? Een sterrenkijker, zei je dat? Een sterrenkijker. Een verrekijker. Ja, juist is juist. Een verrekijker. Oh yeah. Oh yeah. Als ik sta te kijken, met mijn verrekijker, dan zie ik naar de meisjes op de beach. Ja, de meisjes die zijn net als ijsjes. Ik lik ze op met mijn verrekijker, met mijn verrekijker. Met mijn verrekijker. Met mijn verrekijker. Met mijn verrekijker.
En dan zie ik haar daar plots staan. Die blonde vamp, ja, die staat me aan. Ik zeg, kom hier, kom in mijn vizier. Lieve, lieve schat, dat wordt wat met mijn verrekijker. Ha, ha, verrekijker. Ha, ha, verrekijker. Ha, ha, verrekijker. 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 Dat betekent dat we een conversatie opzetten in rijmvorm. Michiel en Tom, jullie beginnen. Ineke en Bart vervangen als het rijm niet klopt of als het te lang duurt. En het publiek mag mij het eerste vers geven. In de kerk. In de kerk. Heel goed. Het is een kort versje, maar daar maken we wel wat van. In de kerk. In de kerk was ik op zoek naar werk. Dus ik ga meteen naar die pastoor. En ik vraag, hebt u even wat tijd en vooral een luisterend oor? Want ik zou heel graag bij u komen werken. En desnoods zet u mij op het kerkhof bij de zerken. Het maakt me niet uit als u mij maar iets kan geven. Ten slotte, ik moet ook brood verdienen om te leven. Ik heb ondertussen al 4 kindjes. Ik heb ondertussen al 4 kindjes. En die verwachten nu ook wel stilletjes aan de Sintjes. Ik heb ondertussen al 4 kindjes. In het leger kreeg ik weliswaar verschillende lintjes, maar daar kan ik geen brood van eten. Die pastoor, die heeft dat goed geweten. Die bood mij onmiddellijk een baan aan. En zelfs als kapelaan. Ik mocht dus mee met hem de mis opdragen. En ik hoefde zelfs helemaal niets te vragen, want ik was vroeger al zoveel naar de kerk geweest. Ik was echt een ongelooflijk kerkbeest. De reporter, u weet het, onze reporter weet nooit waar hij staat, nog weet hij waarom hij daar eigenlijk staat. Mag ik de spelers vragen om hun hoofdtelefoon op te zetten? Dan vertel ik even aan de mensen thuis en hier in de studio waar ze zich bevinden of waar hij of zij zich bevindt. Onze reporter bevindt zich op een skipiste in de Hoge Venen. Het is begin februari en het dreigt de zoveelste sneeuwloze winter te worden. Een ramp voor de skiliftuitbaters, de horeca en aanverwanten. Jullie mogen de hoofdtelefoons afdoen. Tom, jij speelt. Vertrek maar naar God weet waar. Tom, wie is eigenlijk het grootste slachtoffer van deze situatie? Ik denk de hele bevolking van Ramskapelle, Mark. Zij zijn allemaal heel hard getroffen door dit ongeluk. Een ongeluk, zeg jij? Zo erg is het nu ook niet. Maar ik zie weinig volk daar rondom jou. Is het uitzichtloos of is er nog hoop? Er is nog hoop voor de mensen die hier dan toch nog rondom mij staan. Ik zie niet echt veel mensen rondom jou staan. Wel zie ik de mooie infrastructuur en die hangt er bewegingloos bij. De infrastructuur is inderdaad prachtig. Ze hebben er ook heel lang over gedaan om hem zo te krijgen. Wat zegt de man achter jou eigenlijk over de situatie? Want die zou het eigenlijk moeten weten als specialist. De man achter mij heeft mij zo net medegedeeld dat alles terug in orde zal komen, maar dat hij nog niet wist wanneer en hoe. Wat hij nu doet is dat om er de draak mee te steken. Gaat hij er ook nog mee lachen met deze wat triestige situatie? Ik denk dat hij inderdaad probeert om toch het oorlijke nootje in deze duffe bende te blijven. Heeft men al aan kunstmatige middelen gedacht? Zover ik weet niet, maar dat kan nog altijd gebeuren natuurlijk. De winter is nog niet helemaal voorbij. Is er nog een beetje hoop? Hoop zal er altijd blijven, zo hebben ze mij hier gezegd. Maar wat ze gaan doen is nog niet duidelijk. Naar verluid zouden ze met de mountainbike een alternatieve affaire uitstippelen. Gaat dat? Met de mountainbike is een van de mogelijkheden, maar een skiafdaling komt toch het best tot zijn recht op skismarkt. Okay. Laten we er nog eentje doen. Mag ik de spelers vragen om hun hoofdtelefoons op te zetten? Dan vertel ik hier hoe het precies zit. Het is zo ongeveer 20 december en onze reporter bevindt zich op een marktplein voor een zogenaamde levende kerststal. De bedoeling is dat hij ons een typisch sfeerstukje brengt. Oké, jullie mogen de hoofdtelefoons afdoen.
Bart, jij speelt. Vertrek maar naar een plaats die je nu nog niet kent. Bart, hoe is de sfeer daar? De sfeer zit er geweldig in. Het is hier ook dan het laatste optreden geweest. En de mensen gaan nu stilletjes aan naar huis. Je hebt het over een optreden, maar het is toch vrij sober, mogen we stellen. Hè? Het is inderdaad vrij sober gehouden. Ook de maaltijd die erbij geserveerd was, is en was vrij sober. Maar we mogen zeggen, het heeft iets meer op deze manier. Het heeft zeker iets meer, ook inhoudelijk vooral, is het een toevoeging tot wat er al geweest is. Ik zie dat ook bekende Vlamingen figureren. Ja, inderdaad. Deze Willy Sommers die hier naast mij staat, is ook hier gekomen om het spektakel op te fleuren. Moeten die mensen heel de tijd recht staan? Dat is niet verplicht, maar het mag. Zijn de dieren ook echt? De dieren zijn uit bordkarton opgetrokken. En, ik zie ze nogthans bewegen, heb ik de indruk. Ja, ze zijn daarna... Is dat geen ezel in het midden daar? Dat is inderdaad een ezel. En de kerststal zal blijven staan tot okay. Op 24. Gaan we nu spelen. Iemand wil niet ja of nee zeggen. Hij ontvlucht zijn verantwoordelijkheid. Hij vlucht in het vage en weigert de beslissing te nemen die hij eigenlijk moet nemen. Michiel en Tom, jullie spelen. En Tom is de vluchter. De situatie is de volgende. Michiels auto is weggesleept. Althans, dat vermoedt hij. Tom is wachtmeester op het politiebureau. Daar gaan we. Goedendag meneer. Ik zou graag mijn auto terug mee hebben. Ja, dat versta ik. Ik heb begrepen dat ik misschien eerst een boete moet betalen of een aantal dingen moet invullen, maar zou dat zo snel mogelijk kunnen regelen? Och, manneke, de mensen zeggen zoveel, hè. Ja, dat zal wel. Maar ik zou vanavond eigenlijk nog ergens dringend moeten zijn. Oei, dat zal een probleem zijn. U bedoelt dat het niet kan? Of dat er een... Nee. Alles kan, hè. Ah, maar kan ik dan de sleutels krijgen? Want ik zou dringend weg moeten. Och, dat is ambetant, hè. Ja. Ja, als een mens iets voorreed, dan kan tegenslagen, hè. Ja, ik weet dat ik daar niet had moeten parkeren, maar ik zal gerust iedere boete betalen die u mij vraagt, als ik nu gewoon de sleutels kan krijgen en dat we het dan nadien kunnen weten. Want een mens denkt niet altijd na, dat hem je toe doet, niet, hè. Nee, het was inderdaad... ik was nogal gehaast. Maar als ik dan nu misschien de sleutels kan krijgen, dan kan ik vertrekken en dan... Regelen we het nadien of regelen we het hier ter plekke, zoals u wil? Morgen of vandaag, voor alles is naar voren en tegen, hè. Ja, wel, maar dan regel ik misschien net zo graag nu onmiddellijk. Nu? Dat zou mogelijk zijn. Als je het liever morgen doet, kunnen we het morgen ook doen, natuurlijk. Moet ik aan u betalen of moet ik dat ergens anders doen? Och, wie zal het zeggen? Gaan we spelen, daar hebben we dit kledingstuk voor nodig. Inneke, Tom en Michiel, jullie spelen. Inneke, kom jij maar halen, want jij bent de armen. Ik leg het dadelijk nog eens uit. Inneke bestaat alleen uit armen. Zij geeft namelijk Tom zijn armen. Ze vormen samen één personage, zoals u stilaan ziet gebeuren. En Michiel is de tegenspeler. Dat betekent dat Inneke niet kan praten, dat Tom de uitleg doet, maar hij moet natuurlijk wel een beetje zijn armen zien te volgen en het zijn niet de zijne, dat kan voor problemen zorgen. Ik geef jullie daar ook nog een speciale situatie bij. Tom, jij bent een autoritair zwemleraar. En Michiel komt voor het eerst naar de les. Laten we eens kijken. Bon, jij bent hier dus nieuw. Het is de eerste keer dat je komt zwemmen, dus ik veronderstel dat je er nog niks van weet. Dat is absoluut waar. Ik dacht, maar dat heb ik van mijn moeder gehoord. Toto! Excuseer. Je spreekt alleen als ik je toestemming geef. Bon! Als ik je de toestemming geef dus! Bon! Begin! Begin maar eens eerst met de bewegingen voor te doen waarvan je denkt dat het schoolslag is.
Hup, 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 hup. Ja. Lap. Niet goed? Of... Het is ongeveer in orde, maar ik zal het toch even demonstreren. Een correcte schoolslag wordt als volgt uitgevoerd, vriendje. Een strek, een buig. Een strek, een buig. Oké? Okay. Ja, ja, ja. We zijn al aan ons slotspel. Zoals u heeft gezien, de slechts denkbare manier. Komen jullie maar op de slechts denkbare treden staan. En de eerste is de slechts denkbare manier om de directeur-generaal te begroeten. Hi Mike. Meneer Goelen, u hier. Meneer Keulers, een prachtig idee. Ik was iets van plan met satire. Lijkt het u iets? Hallo, ik werk op de redactie van meneer Ruiterhoeven. Dat is wel genoeg geweest. De slechts denkbare getuige van Jehovah. Goeiedag. Ah, godverdomme! Drie koningen, drie koningen, geef mij een. Allah, Akbar, Allah, Zandal, Ahmed. Goedemiddag, wij brengen de boodschap. De slechts denkbare leraar Nederlands. Allah, Akbar, als jullie nu niet allemaal stil zijn, dan ga ik. Inderdaad, formidabel. De slechts denkbare reclameslogan voor condooms. Gelukkig gebruikte uw moeder en uw oom geen condoom. Doe je hem aan of hou je hem uit? Met ons merk maakt dat toch niks uit. Raak een jakker over je lekker. Na het vrijen met ons merk zeg je steeds, krijg ik nu wel of toch geen aids? Zelfs al krijg je hem niet omhoog, hij zit in ieder geval droog. Oké, Frank. Dat was het voor deze aflevering van Onvoorziene Omstandigheden. Dank aan de spelers Michiel, Bart, Inneke, Tom en aan Adriano uiteraard. Dank ook aan het publiek voor de suggesties. Straks is er ter zake en wat onvoorziene omstandigheden betreft. Graag tot volgende week. Goedenavond.